Dit is mijn meterkast en die wordt helemaal geprepareerd voor een lekker pakketje zonnepanelen. Gaat goed. Gaat goed. Dus nee, is goed. Gaat het lukken, jongens? Het gaat zeker weten lukken. Helemaal. Hey, en hoe lang gaat het ongeveer duren? Hebben jullie enig idee? Moeilijk inschatten, maar ik denk tot een uur of 1, 2. Ik denk tot een uur of 1, 2, denk ik. Oh, ja. Nou, dat is mooi. Ja. Goed, ik zet hem op. Yes. Komt yes. Goed. Oh, dit zijn ze, jongens. Kan ik jullie helpen, jongens? Ach, ze horen me niet. Nou, dan niet. Ik denk tot een uur of 1, 2. Oh, het is echt zo lelijk weer. En de jongens die zijn al de hele tijd buiten in de regen bezig. Ik vind het echt heel zielig. Is het zwaar? Ah, 18 kilo. Nou, niet zwaar, dagelijk werk. Dus, Nou, de zon nog. Nou, dat heeft natuurlijk geen zin. Ik denk tot een uur of 1, 2. Kijk ze nou stralen. En zie ik daar een voorzichtig zonnetje? Nou, ik zie in ieder geval dat ik mijn ramen moet lappen. Dus nu vangen ze de eerste straaltjes, maar er gebeurt nog niks waarschijnlijk, hè? Nee, er gaat stekker zit er nog niet in. Ik denk tot een uur of 1, 2. Nou, er is een kleine kink in de elektriciteitskabel. Het is nu 5 voor 6. En die jongens hadden eigenlijk ook al bedacht dat ze nu al lekker aan het avondeten zouden zitten. Maar helaas, want dit is de status. De laatste fase, iets in de meterkast is niet goed. Maar jullie gaan me toch niet in het donker laten zitten straks, hè? Zeker niet. Nou, het is 6:30. En het gaat niet goed. Er zit niks anders op. Dan even zo, het slaat helemaal te koken. Ja. Gekkig, hè, is het, hè, Char? Ja, het is gewoon donker. En ik ben naar oma toe. Het is inmiddels over 7:00. En het is me gelukt om iets op tafel te krijgen. Maar wat het is, dat... Het is lekker. Oh, ja? Ik vind het zo loerig, want zij zijn al de hele dag keihard aan het werk. In de regen, in de kou en noem het maar op. En het is hier gewoon donker. Nou, het is niet gelukt om de stroom weer aan het praten te krijgen. En dat resulteert in het feit dat wij niet meer thuis kunnen blijven. Dus we gaan nu bij mijn moeder logeren. Het is niet anders. Ze hebben zo hun best gedaan. Het heeft helaas niet mogen werken. Nou, tot morgen huis. Je bent in de vlog, hè? Oh, ik ben in de vlog? Ja. Nou, gezellig. Leuk, hè? Ja, zeker. Komt goed, hè, Bob? Ik dacht het wel. Komt zeker goed. Was jij er gisteren ook? Ik was er gisteren heel eventjes. Ik denk tot een uur of 1, 2. 's Ochtends. Toen dacht ik nog dat ik rond 2 uur klaar was. Nee! Marleen vraagt zich af waarom. Voor het programma Stem van Nederland. En wat echt voor de mensen is die eigenlijk nog helemaal niet zo goed weten wat ze nou moeten gaan stemmen. Maar ook met problemen te maken hebben en zich afvragen waar moet ik nou op stemmen als ik dat probleem opgelost wil hebben. Nou, daar hopen wij een antwoord op te geven. Stem van Nederland. Dit is dan wat we in, bij ouderenzorg hebben. Als bijvoorbeeld hun kinderen ook meekomen. Ja. Dat die misschien, als die daarachter zitten, dat die ook nog iets zouden kunnen zeggen. Dat, die, ja, dat, ja, dat is wel leuk. Ja, het is wel fijn als er interactie is. Want je hebt je interactie met Selma. Die gaat dan, met die, is dan de bedoeling dat jij met die mensen even... Nou, jongens, hebben we er zin aan? Ja. Ja, zeker. Hebben we ook nog een soort jel of zo, of niet? 8 maart, stem van Nederland. Leuk. #SVNL. Wat zo? #SVNL. Ik ben onderweg naar Hart van Nederland, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat ik over 3 uur serieus live in de studio sta om te presenteren. Want ik heb koppijn, ik heb een beetje keelpijn, spierpijn, afijn. Dus ik hoop maar niet dat het door gaat zetten. Nou, fingers crossed. Hallo. Hallo. Nou, daar gaan we weer.
Het is toch nog gelukt om er iets van te bakken. Lang leven de maquillage!